En daar brood een belangrijk aspect is binnen de voedselvoorziening van de gemeenschap, wil de regering de broodprijzen stabiel houden. Ze zal daarom het meel ten behoeve van de broodproductie subsidiëren. Om te komen tot een goed subsidiebeleid voor meel voert het ministerie van Economische Zaken gesprekken met de meelleveranciers. En een belangrijk aandachtspunt van de meelleveranciers is de benodigde valuta tegen de centrale bankkoers om graan te kunnen importeren. De leveranciers vinden ook dat de overheid erop moet toezien dat het gesubsidieerde meel voor het bakken van brood gebruikt wordt en niet voor andere doeleinden.